Ja, en ondertussen is Waldemar Toornstra aangeschoven. Boos acteur voor de gelegenheid. Ja. Want laten we wel. Daar maar even mee beginnen. Want je bent ook wel een beetje een actievoerder, toch? Iemand die... Ja, in principe ben ik best een actievoerder. Ik vind dat je op moet staan voor de dingen die je van groot belang vindt. Omdat je bevlogen bent. Omdat je hard... Ik van mijn vak hou en om maar een heleboel dingen in de wereld. Weet je, een beter milieu. Allerlei, dat mensen gelijk zijn. Maar dat ik... Dus in principe kom ik graag in actie. Maar toen deze actie kwam, toen dacht ik, ja, het is goed, maar ik werd ook boos. Want ik dacht ook, ja, juist de afgelopen tijd heeft nou bewezen dat iedereen films kijkt, series kijkt, boeken leest, muziek leest. Dat, dus het belang van cultuur is juist de afgelopen maanden evident. Dus als er nou één moment niet hier zou moeten gaan zitten, is het nu. Want niemand die gaat erover beginnen dat cultuur niet gesteund moet worden. Ja. En dan moet ik weer opdraven. En moet je weer voor me opdraven. Ja, ik vind het echt... Gratis. Nou ja, dat bedoel ik, ben toch weer werkloos. Ja. Dus dat is ook oké. Maar ik vind het serieus van de zotte. Maar goed, misschien is het dan alsnog zo belangrijk om te laten zien... Kijk, ook al dat soort dingen zijn cultuur. Ook al dat soort dingen worden gemaakt door een hele grote groep. En dat is niet alleen maar liefhebberij, dat is een hele economie op zich. Ja, maar dat mag toch duidelijk zijn dat als je op alle streamingsplatforms en zo de hele tijd ervan aan het genieten bent. Ook al die politici die nu thuis zitten, genieten daar toch van. Die luisteren muziek, die zouden toch moeten weten. Luister, dit behoeft geen extra kaartje. Dit is gewoon duidelijk geworden dat het iets is. En ook, ik dacht ook, weet je, het is geen pop-up store. Cultuur is geen pop-up. Het is iets, dat weten we nu toch. Het is niet iets wat je dit jaar niet zaait, maar volgend jaar weer lekker wel. Het en komt we niet weer op wanneer je Nee, je moet dat heel lang, moet je dat zaaien. Ja. En dan, maar goed, ik begin toch weer als een boze acteur te klinken. Ik denk dat heel goed is. En wat je zegt is, kijk, en buiten het feit, als iedereen begrijpt hoe belangrijk cultuur is, dat is één ding. Vervolgens is de volgende stap natuurlijk om er daadwerkelijk geld in te stoppen en te zorgen dat die sector behouden blijft. Hè? Ja, maar dat voor de politici die hoort dat er 4 miljard in omgaat. Dat er gewoon heel veel mensen werken voor relatief lage lonen. Dus dat je enorm veel mensen behoudt met werk voor relatief weinig geld. Dan is het toch gewoon een hele makkelijke, logische verbinding om daar wat geld naartoe te doen. Ja. Maar wat moet er gebeuren volgens jou? We hadden net een actie hier. Volgens mij moet gebeuren. Het goede is dat er gewoon... we hebben cultuur in actie, je hebt de creatieve coalitie. Die weten gewoon wat er moet gebeuren. Er moet onder andere dat steunfonds komen... omdat die film- en serieproducties niet meer verzekerd kunnen worden. Er moet een oplossing komen voordat er gewoon 25% meer kosten gemaakt moeten worden. Er moet een plan voor in het theater komen. Al die ZZP'ers die we de afgelopen jaren juist van deze coalitie moesten worden... Ja. Ik vind het echt een belediging. Ik ben de afgelopen 10 jaar zelfstandig geworden. Want we moesten niet meer in loondienst, want dat was zo goed. Nu ben ik zelfstandig, val je buiten alle regelingen. En nu heb ik het relatief goed gedaan, dus heb ik het niet nodig. Maar ik heb heel veel collega's die gewoon nu van niks moeten rondkomen... Ja. Omdat ze ook geen steunmaatregelen krijgen. Ja. Nou, met andere woorden, ik ben blij dat Asje net zei dat er een plan moet komen. Dus ik ben blij dat hij het in ieder geval dan gaat regelen. Ja. Bij deze, en ik zou zeggen, bel de creatieve coalitie. Ja. Want die hebben ook de juiste plannen. En nu hou ik op een boze acteur te zijn. Maar dan even terug misschien wel naar de geraakte acteur dan. Wat voor effect heeft het nu gehad voor jouw werkzaamheden? Hoe is jouw leven de afgelopen maanden komen stil te liggen? Ik blijk een redelijk goede thuisleraar te zijn. Kijk, dus ik kan me wellicht nog omscholen. Ja? Nee, bij mij ik heb gewoon 100% omzetverlies. Ik heb gewoon... mijn werk ligt helemaal stil. Dus ik was 2 grote series aan het draaien. Of eentje was ik aan het beginnen en de andere was ik aan het draaien. Er zou nog een film aankomen. Die wordt dan misschien uitgesteld. Ik zit thuis. En het huis is nog nooit zo opgeruimd geweest. En ik heb het geluk dat ik de afgelopen jaren heel hard gewerkt heb en in een wat beter segment zit, dus dat ik wat gespaard heb. Ja. Maar ik heb een eigen bedrijf en dat loopt nu gewoon keihard leeg. Ja. Maar wat ik om me heen, al mijn collega's, die een deel kan in de WW, maar een heel groot deel, is gewoon ZZP'er. En die maken zich gewoon, echt zorgen of ze hun gezin nog wel kunnen Precies, te eten wat geven. Hebben zij? Hoe zien zij de komende maanden? Er is gewoon geen vangnet. Dus ik ben betrokken bij ACT, acteursvereniging, voor alle professionele acteurs. Nou, daar wordt gewoon heel druk overlegd hoe je dit moet doen. Maar omdat onze lobby zoveel minder sterk is dan een grote lobby van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of de landbouwsector. Ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat een geschiedenis heeft dat wij minder verenigd zijn. Dat mensen
heel hard bezig zijn altijd hun kunst en cultuur te maken. En ook opgevoed zijn met het idee dat er gewoon voor die zakelijke kant, daar neemt de politiek verantwoordelijkheid voor, weet je. Dat is gewoon hun ding, dus die zorgen daarvoor. Ja. Er is een systeem. En nu blijkt eigenlijk al 15 jaar dat systeem steeds meer wordt uitgehold. En dit is een soort genadeklap. Ja. Zo van de cultuur lag al een beetje op zijn rug. Nou, nu komt er nog even een zweepslag overheen. Ja, ja. En ik zei het ook net al tegen meneer Asscher dat het perspectief voor deze sector misschien nog wel minst rooskleurig is. Hè? Omdat wij het lang zullen lijden onder al deze maatregelen. Het theater ligt natuurlijk voor de komende maanden al dan niet jaren ontzettend op zijn gat. Ja. Dus daar moet gewoon echt ook een enorme bak geld bij. Omdat het, als je het nu stopt, dan zal het niet meer opstarten. Weet nee. je? Mensen worden nu opgeleid voor over 15 Precies. jaar wat te doen. We zetten niet een pauzeknop aan die zonder problemen weer ingetrokken nee. kan worden. Nee, dus het is gewoon een sector die van de lange adem is. Ja. Die je heel klein beetje moet voeren, maar wel moet blijven voeren. Ja. Om te zorgen dat het gezond blijft. Je hebt een brief meegenomen. Nou ja, ik dacht, omdat ik dus zo snel een boze acteur ging zitten zijn, en dat is zo onsympathiek, dacht ik, ik lees een brief voor van Pieter Bart Korthuis, een hele goede scenario schrijver van onder andere Pepinoza, Vechtershart, Dummy de Mummy, allemaal grote dingen heeft hij gedaan. Ja. En die heeft een brief aan Mark Rutte geschreven. Ja. En als ik hem nou voorlees, hè, en scenario schrijver is woorden ik vaak doe, dan dacht ik, dan komt het wat sympathieker. Want hij is wat minder boos. Hij is wat minder boos. Hij doet in ieder geval een poging om filijn en grappig te tussen de regels door te zijn. Heel goed. En het heet Groente voor Kleuters. Kijk, mag ik het voorlezen? Het is nu al een mooie titel. Ja? Alsjeblieft. Beste Mark, hopelijk vind je het niet erg dat ik je tutoieer. Maar inmiddels zien we je zo vaak bij ons in de huiskamer. Hè, meestal zo rond het etenstijd. Pizza met Rutte, curry met Rutte, sushi met Rutte. Dat ik je een beetje als een huisvriend ben gaan beschouwen. En misschien komt het ook omdat we uit hetzelfde nest komen. Je ouders spraken veel over politiek. Hè, ze luisterden GBJ Hilterman, lazen de Avrobode, de Telegraaf en het NRC. Waarschijnlijk aten ze dezelfde margarine op ons brood. Becel, want VVD'ers eten Becel. Vraag me niet waarom. En als de LP van de Dutch Swing College Band werd opgezet, dan ging het kleed aan de kant. Ik wil maar zeggen, we kennen elkaar. De reden dat ik je schrijf, Mark, is dat ik me zorgen maak over de toekomst van ons land. Ik snap heel goed dat je overloopt van het werk en dat je waarschijnlijk maar heel weinig rust wordt gegund. De laatste keer dat jij met je ogen dicht even kon ontspannen bij je favoriete pianosonates van Scarlatti, of dat je je even kon verliezen bij een spannende actiefilm of een goed boek, kun je je nauwelijks meer herinneren. Voor veel Nederlanders die op dit moment werkloos thuis zitten, zijn dat nu juist de dingen die hen door deze moeilijke periode heen slepen. Je collega Angela Merkel verwoordde dat heel goed. Juist in deze tijd van corona worden we ons duidelijk wat we missen. Want in de interactie van kunstenaar en hun publiek ontwikkelen we nieuwe perspectieven die ons in staat stellen te reflecteren op ons dagelijks leven. We ervaren emoties en ontwikkelen nieuwe gedachten. We gaan discussies aan, leren ons verleden te begrijpen of blikken vooruit op de toekomst. Dat dit in coronatijd minder goed mogelijk is, treft niet alleen alle kunstenaars, maar ook vooral hun publiek. Voor iemand die zelf verdienstelijk piano speelt en graag naar het conservatorium was gegaan, zijn dit woorden die je uit je hart gegrepen zijn, neem ik aan. Graag had je ze zelf uitgesproken. Maar ja, je had andere dingen aan je hoofd. En voor je het weet gaat de oppositie er dan met zo'n belangrijk onderwerp vandoor. Hashtag red de cultuur. Hè, wat denkt zo'n Asscher wel? Dat cultuur alleen maar het voorrecht van links is en niet van ons allemaal? In zo'n discussie moet je je niet laten meeslepen. Dat deed je dan ook heel goed. Cultuur zou namelijk nooit de inzet van een politiek steekspel mogen zijn. Daarom vond ik het ook zo goed dat je wel de nadruk legde op de problemen van de nagelsalons en de sekswerkers, maar niet op die van boekhandels, de theaters en de musea. Dat zal ze leren, hè, die linkse rakkers. Eén keer liet je je toch verleiden. Zolang D66 in het kabinet zit, zorgen wij goed voor cultuur, zei je in de Tweede Kamer. En dat was natuurlijk een grapje, maar dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb een tijdje in Mexico gewoond en daar zeggen ze, entre broma y broma, la verdad se asoma. Tussen grap en grap laat de waarheid zich zien. Zou dat de reden zijn dat jij je nooit zo krachtig hebt uitgesproken voor het behoud van de cultuursector, zoals je collega Merkel dat wel deed? Dat zal toch niet? Jij hebt toch ook met verbijstering en verontwaardiging toegekeken hoe je partijgenoten in Brabant cultuur bij het grof vuil hebben gezet om een coalitie met Forum voor Democratie te kunnen vormen? Je was met andere dingen bezig, ik weet het, maar anders dan had je je toch fel tot de orde geroepen en duidelijk gemaakt dat cultuur niet thuis hoort bij de gedeputeerde Vrije Tijd. Het idee. Eén carnaval zonder dweilorkest en ze piepen daar wel anders.
Of denken ze dat al die muzikanten nooit de muziekschool van binnen hebben gezien? Dat Frank Lammers zichzelf heeft leren acteren? Of dat Guus Meeuwis hun regionale volkslied componeerde zonder ooit één toonladder gestudeerd te hebben? Weet je wat het is, Mark? Cultuur is voor rechtse politici wat groente is voor kleuters. We kunnen wel blijven roepen dat het goed voor ze is, maar ze vreten het niet. En wij worden een soort wanhopige ouders die hun proberen duidelijk te maken dat cultuur staat voor verbinding, voor hoop, identiteit, voor inspiratie. Ze luisteren niet. Tenminste niet als ik, een scenarioschrijver, het roep. En ook niet als mijn collega-kunstenaars het roepen. Al die schrijvers, muzikanten, regisseurs, vertalers, acteurs, fotografen, schilders, artdirectors, comedians, museum- en schouwburgdirecteuren, die op dit moment terecht waarschuwen voor die enorme kaalslag die onze sector en daarmee onze samenleving bedreigt. Het is niet alleen een drama voor de bijna 50.000 mensen die werkzaam zijn in de kunst- en de entertainmentindustrie. Het is vooral een ramp voor die 17 miljoen mensen die ons publiek uitmaken. Het probleem is namelijk dat de gevolgen pas jaren later zichtbaar zullen zijn. Jong talent dat niet de kans heeft gekregen tot bloei te komen door het sluiten van kleine podia. Films en series die niet kunnen concurreren met buitenlandse producties omdat distributeurs niet meer durven te investeren. Bibliotheken die gesloten worden. Muzikanten die toch al voor een fooi moesten spelen, die laten het er helemaal bij zitten. Ze kunnen niet anders. En ik wil geen vergelijking maken met het redden van andere industrieën zoals de luchtvaart. Want laten we wel zijn, de prachtacteurs van Toneelgroep Amsterdam zijn niet de Atlantische Oceaan overgezwommen om in New York furore te maken. Het Concertgebouworkest evenmin en Cornold Maas ging niet naar Tel Aviv met de bus. Over het belang van onze nationale luchtvaartmaatschappij laat jij geen enkele twijfel bestaan. Doe dat dan ook niet met datgene dat ons leven kleur geeft. De cultuur. Weet je wat het namelijk is, Mark? Jouw partijgenoten die denken dat het woord cultuur kiezers wegjaagt, vergissen zich. Jij vergist je. Je minister van OCNW, Ingrid van Engelshoven, had het over een eenzame strijd die ze in het kabinet moest voeren om het steunpakket van 300 miljoen er doorheen te krijgen. Terwijl dat nog maar het begin is van wat er werkelijk nodig is om onze sector te laten overleven. Dit is het moment dat jij je moet afvragen welke erfenis je wil achterlaten. Welke visie wil jij je opvolgers meegeven nu jouw partij bovenaan in de peilingen staat? Cultuur is niet de groente die niemand lust. Het publiek snakt ernaar. Miljoenen mensen kijken Nederlands drama, bezoeken zodra het weer mag bioscopen, theaters en musea. Het is geen hobby. Spreek je uit, Mark. Red de cultuur. Wauw. Pieter Bart Korthuis. Fantastisch. Hele goede brief. Nou, die man is ook scenario schrijver, dus dat... Gelukkig, dus dan kan ik het beter hem laten doen dan mezelf. Nee, jij bent de acteur die het mooi verwoordt. Het is prachtig. En hopelijk gaan er nu stappen ondernomen worden om zo snel mogelijk deze sector op gang te helpen. Want ja. Het is nijpend. Kom met een plan. Kom met een plan. Politici. Precies. En tot die tijd laten wij als wanhopige ouders... moeten we toch blijven zeuren dat die spruitjes gegeten moeten worden? We ze duwen ze door de schoot. Maar het zijn dus geen spruitjes. Maar het zijn geen spruitjes. En ik denk dat heel veel mensen daarvan overtuigd zijn. En nu nog de actie die erbij hoort. Ja. Namens wie ga jij je handtekening zetten op onze mooie wand? Nou, namens mezelf, naast Pieter Bart, naast mijn kinderen... die ook nog cultuur willen hebben over 30 jaar. Hoeveel zijn dat? Er zijn er twee. Dat er zijn Pieter Bart, twee. Dan heb je een naast vrouw. Twee keer, ja, een vrouw, maar die mag voor zichzelf spreken. twee keer een productie van ongeveer 75 man. Graag namens alle professionele acteurs van ACT. 1200 mensen die allemaal zitten te wachten tot dat steunfonds er komt van 10 miljoen, zodat we weer kunnen gaan filmen. 1279, het schuift hier lekker aan. 1279? Ja, dat hoor ik net. Ik weet niet, je kan lekker rekenen. Nou, laten we 1279 doen. Laten we dat doen. Dankjewel. Jij gaat tekenen, Walder, maar dankjewel. Heel veel succes. Sterkte de komende tijd. Graag gedaan. Dank.